is vrijdag 22 februari 2019. Een hele goede morgen toegewenst aan zowel de kijkers van de Nationale Zender, de SCVS, als de luisteraars van SRS. Mijn naam is Gail Eyck, uw weekafsluiter zoals gewoonlijk voor wat betreft het programma Momenten Taki. Vandaag hebben we een gesprek met de mensen van de Zevendaagse Adventisten over het Impact-programma dat zij elk jaar uitvoeren. Women Talk by March zit er ook weer aan te komen. En het Surinaamse Rode Kruis is bezig met buurtbijeenkomsten. En daar zullen we ook een gesprek over hebben. Voordat we overgaan tot onze eerste gasten, wil ik collega Cedric Spier feliciteren die vandaag jarig is. Het is vrijdag, het is weekend, dus wasanka lolo kondisi. Dat vinden we ook fijn. Maar Gods rijkste zegen natuurlijk toegewenst en een hele mooie dag. We verwelkomen eerst in de studio Unica Tulp en Andy Apensa. Zij zijn lekenpredikers van de Zevendaagse Adventisten. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan gaan we direct met de deur in huis vallen. Wat houdt het project Impact in? Aan wie kan ik het woord geven? Oké, amen. Dank u wel voor deze gelegenheid. Mijn naam is Unica Tulp en ik ben dankbaar voor dit moment, maar meer nog om deel uit te maken van het Impact-programma van de Zevendaagse Adventkerk in Suriname. Een impact wil zeggen, het woord zegt het al, wij willen dus als gelovigen een impact maken op de levens van de mensen om ons heen. En dat gaan we doen door niet alleen het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, maar ook te kijken naar hoe is het gesteld met het volk in het land. Hè? Hoe staat het met de gezondheid? Hoe staat het met de normen en waarden? Hoe staat het met onze jeugd, onze tieners, maar ook de gezinnen? Want u weet, wanneer de gezinnen zwak zijn, hebben we ook een zwakke samenleving. Dus de kerk wil daarop inspelen en vandaar het programma Impact. Om in verschillende buurten bezig te zijn met gezondheidsprogramma's, met gezinslevensprogramma's, met een onderwijs, want we hebben ook scholen. En daarnaast het evangelie van Jezus. Omdat waarom, als we kijken naar de normen en de waarden, dus van het land, de regels en wetten van het land, we willen de mensen daar ook leren van, wij moeten ons houden aan de regels en wetten van het land, maar ook nog de regels en wetten van de God die hemel en aarde geschapen heeft, moeten we ook natuurlijk respecteren, zodat we een goede samenleving hebben. Okay. Dat is impact. Goed. Meneer Apensa, hebben jullie dan een speciale doelgroep waarop jullie focussen? Want normen en waarden die vervagen, dat zien we niet alleen maar bij jongeren tegenwoordig, dat zien we eigenlijk over de hele linie. Oké, precies. Kijk, een focus voor UNO, like Zevendaagse Adventist gemeente, en dat is ook een doelgroep noemen, maar het evangelie is voor iedereen, naar alles, maar een soort taal, een soort peyuk mopo, maar belangrijk dat wan a mensdom san gado be pot in vrijheid lek fa gado tak ano be mek wi lek fu de atere ma fu kan de a ede soti de san epsa in a gronta pour lontu kunanku sranang dan wan dat ibris ma kan fen a vrijheid na in Jesus wan lek fa a word of gado taki tak a waarheid san mek wi free en na Jesus wan kacha a freedom diskon na ini alasma en wie allemaal hebben van nodig. Zo, een bereik heerseren aan alle taal, alle volk, wie is bij jou mopo. Oké, maar een project is, nee, hoor in Suriname, want vorig jaar meer dat ik een project is hoor in Guyana. Klopt dat? Ja, dus wat, is het een internationaal project? Ja, nou een internationaal, omdat Zevendaagse Adventistkerk, nou een internationale kerk. Zo, zou je doen, ik vraag bij daar Guyana, dan voor Guyana, akonom, a burden na Suriname. Baka Suriname wan hetra kondre e follow om dat na lek faillissement taki, dat na awuro kosawi e Jesus taki ini Matthäus 28 ga en predik het evangelie aan de gangse schepping. Met andere woorden, anogi wan doelgroep no lek faibe aksi managi alas ma her grond tapu musiere voor a evangelie. En takte her grond tapu yere abra evangelie dan pas ai kontorio. Oké, mevrouw Tulp, maar u zegt je hebt het geestelijke gedeelte dus, jawel, zoals broeder Apensa heeft aangegeven. Maar je hebt natuurlijk ook het maatschappelijke gedeelte. Jawel. Hoe gaan jullie daar invullingen aan geven? Jawel, dus door de verschillende programma's. De Zevendaagse Adventkerk bestaat dus uit, je hebt een hoofdkantoor waar we de verschillende departementshoofden hebben die dus daar zijn aangesteld om het werk zo een beetje te trekken. Ja. Je hebt dus onderwijs, je hebt publishing waarbij we boeken uitgeven zodat de mensen kunnen lezen over allerlei onderwerpen. Je hebt dus de gezondheidsdepartement die zich bezighoudt met gratis bloeddruk meten, suiker meten, het aanleren van hoe ze brood moeten bakken op een gezonde manier en goedkope manier, met fruit bezig zijn om smoothies
connecties te maken. Dus daarna heb je een persoonlijke bediening en de gemeenschapsdienstenbediening die dus erop uitgaat waar we kunnen voorzien in de noden van mensen om daar ook zeker een handje te helpen. En als we kijken dat het een wereldwijde organisatie is, dan moet u begrijpen, er is altijd hulp aanwezig wanneer een situatie zich voordoet en wij gaan daar altijd op inspelen. Want Jezus zegt ook, voordat hij het evangelie bracht eigenlijk, ging je eerst kijken naar de noden, om de behoeften, om daarin te voorzien, voordat je de mensen kan vertellen over de waarheid. Dus dat doen we ook zeer zeker op een hele wijde manier. Oké. Ja. En hoe kan men participeren aan dit project? De participatie is om te kijken, we hebben 21 kerken in Suriname en we zijn in verschillende buurten. Voordat het impactprogramma plaatsvindt, gaan wij erop uit. Wij gaan dus een gebied afbakenen waar we willen werken. We gaan flyeren, we gaan met ons. We hebben ook de wereldwijde grote padvindersorganisatie. En we gaan met de padvinders erop uit, met de drumband. En we gaan flyeren, we houden concerten, we houden een speeldagen voor de kinderen om ons heen. Dus eigenlijk betrek je iedereen erbij. De mensen horen de boodschap van, hier, er gaat iets groots hier gebeuren onder deze tent en ze komen erop uit. Oké. Goed. Broeder Apensa, misschien is het mooi, even ik leg dus maar uit, bij de verschillende activiteiten, hoe hoor je, wat is de start precies? Wel, we starten en we starten nu, we starten naar Santo Dorp. Okay. En voor we starten naar Santo Dorp, dat we hebben een 2-weekse lezing en aan het begin van zaterdag zei ik op een begin doppel. En ook de laatste week in de week is hij kon drapen. En we gaan ook in Santo Dorp dat we gaan naar Abrabroki. Ja. Dat we ook een 2 weken lezen dat we. En ook bij Abrabroki dat we rustig week dat we de impact nou van alle de verschillende gebieden. Mm-hmm. Dat we de impact nou waardoor 20 verschillende sprekers van de zevendaagse Adventist. Ze hebben de impact in Guyana en Kwasrana nou. Mm-hmm. Okay. En dat is helemaal kon dat verschillende tent lezen over een differente prijsie. Ja. Voor jaar aboskopu gi her gi serana serana kayere want if you look serana da serana de ude in one crisis and if you look ook to one big role a play ook dat die libis mati de ekis en make a keuze voor kier den serefi maar af onnulik at free van das adventist op one boskopu gi den en aboskopu zou op gi de jongere ti de zowel de biggest man au mitaki no kier you serefi omdat te you one kier you serefi you no sap suma you e kiri. Want voor pleegsel of moord, dat je een pleegsel of moord voor sambe psa. Maar dat je pleegsel of moord in je keer aan verleden, maar je keer aan toekomst. Zo, sambe psa ba. Maar in een wanneer praxeer je maar keer aan sambe psa, aan verleden tijd voor je. Maar je keer aan toekomst. Met andere woorden, sa ibe kan tron, a kan sa ibe kan kisi. Ino kise moro wan sai de tide anaf go bunlek fai wani o men toler stelen kap sa ma abunyuzu sa abi ina impact disi na dati wan kans de etegi yu na Jesus. Amen. Okay. En olanga aproyak disi godoro? Ja, het is tot en met 6 april. Okay. En daarna sluiten we af in KKF, waarbij alle 21 kerken samenkomen om in KKF de Heer te bedanken, loven en te prijzen. Een gezamenlijk een eten en drinken, de algemene doop. Ja. En af te sluiten met een groot concert. Maar ik zeg ook altijd, impact eindigt dus niet op 6 april, want wij moeten nog steeds doorgaan om een impact te maken op levens van mensen, toch? In de levens van mensen. En impact begint ook in onszelf. Om een impact, om eigenlijk een voorbeeld te zijn, om je hier moet je eerst bij jezelf beginnen. Dus impact blijft doorgaan. Dagelijks hebben we dus God nodig om hem te vragen om ons te helpen om de nieuwe schepping te zijn in Christus. En dat weer te geven om ons heen. Mooi. Ja. Is er tot slot nog iets dat jullie aan de mensen willen meegeven voordat we dit gesprek gaan afsluiten? Precies. Wel, we hebben een boskopu gedenk. En een boskopu is altijd in de Bijbel, Matthäus 11, vers 28. Jezus, daar komt het mee. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Zo, een rust zang ze naar Abi van Nodu in een crisis-PDD, in een nood-PDD, naar Jezus Ade. In afgo no one tra pressie, want if you look at grondtapu lontu, dan je staki a criminaliteit de heers lontu grondtapu. Zo, ibri ministerie, overheid, ik kon altijd naar een plan taki, vader kan stop criminaliteit. En toch je ziet doet alles aan en toch de man roeien uit en toch de man stoppen. En enigste sma, sanka stop alle de crisis naar de situatie, naar Jezus. En daarom komt het mee, allen, anotaki, blakaman, anotaki, Hindustani, womatak,
allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Mooi. Amen. Nou, dat is een hele mooie boodschap om mee eruit te gaan. Dankjewel. We hebben gehoord Unica Tulip en Andy Apensa. Ze zijn leken predikers van de Zevendaagse Adventisten. We gaan nu naar een muziekbreak. En u weet, ik vind het altijd mooi om de dag te starten met wat geestelijke voeding. Dus ik heb Sinach uitgekozen met Waymaker.